Oh Bertje, ik was heel verliefd op je op school. Ik was geloof ik 9 jaar. En dan schreef ik een briefje en dan gooide ze het briefje weer terug. Want je had een ander meisje gevonden. Vond ik helemaal niet leuk. De introductiedagen voor het nieuwe collegejaar zijn in volle gang. En ook de andere scholen gaan binnenkort weer beginnen. Maar hoe was jij eigenlijk op school? En misschien nog wel interessanter, wat stond er op jouw rapport? Ik had een walsrapport. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 4, 4, 5, 5. Ja, maar met aardrijkskunde was ik een 5 hoor. Ik weet nog de weg niet. De school was aan de overkant van mijn huis. En de meester die kwam me gewoon uit bed halen. Nee, dan was ik niet echt ziek. Leraren pesten. Of lerares pesten, vond ik heerlijk. En dan gingen wij de gang op en lieten we haar binnen. En dan gooiden we gauw van die stinkbommetjes neer aan. Dus dan gingen wij de deur dicht houden. Funesens op de stoel. Kauwgom in haar. Dan ging ik naar huis met een verhaal dat de meester me geslagen had. Gewoon achterlangs lopen en dan zeggen, hi juf, wat ben je aardig. En dan smeer je het erin. Een beetje geinen over een juf met een te grote bovenmaat. Want die noemde dan mevrouw Bumper, want ze reed ook in een Saab. Jeukpoeder op de stoel van de juf. Een docent met de veters aan de stoelpoot zetten. Dat soort echt kleine flauwekul van lang geleden. Ik ben dus surveillant geweest. Op de universiteit. Als ze afkeken, dan zei ik altijd, wat ben je nou aan het doen? Want ik denk, ja, dat heb ik altijd ook gedaan. Rekenen ken ik wel, maar lezen en schrijven, ja, dat gaat niet. Want het 3x3? Ja, 3x3, dan kijken we het even. Ik zat wel briefjes altijd te schrijven naar jongetjes die achter me zaten. Weet je wel, liefdesbriefjes. 3x3, dat is 6, 7, 8, 9, 10. Droog of niet? Was jij dat telkens kwijt? Ik niet. Over een maand begint het nieuwe collegejaar weer. Er komen al een hoop nieuwe studenten, die gaan allemaal afkijken. Hebt u nog een tip voor ze? Ja, doe het heel erg stiekem, want we zijn slim hoor, die oudjes. Gewoon zo lekker veel stroopwafels eten is goed voor het herfstwerk. De hele oude Singel zit vol met studenten. En als ik langsloop, dan zeg ik gezellig. Maar ze zeggen nooit iets van, kom er maar bij zitten. Ja, dat zou ik leuk vinden. Ik hou wel van gezelschap. Tijd om volwassen te worden, jongens.